De Nationale Assemblée heeft gisteren aandacht gevraagd voor de wateroverlast op diverse scholen en erven in Groot-Paramaribo. Onder andere vinden de assembléeleden Karel Breeveld van Doe en Kesho Persat Gangaram Pandey van de NDP dat deze overlast niet alleen is ontstaan door de hevige regens van de afgelopen periode, maar ook door achterstallig onderhoud van de natte infrastructuur. Breeveld vroeg de regering zo gauw als mogelijk ervoor te zorgen dat de schoolterreinen weer droog zijn. Voorzitter, naar aanleiding van stuk 18528 in verband met oplossing afwateringsproblematiek Weidenweg, wil ik aandacht vragen voor een probleem in de Theodorenstraat en op Land van Dijk, waarbij het niet zozeer gaat om het feit dat het zoveel regent, maar om het feit dat de afwatering gewoon niet werkt. En er zijn kolkenzuigers geweest van openbare werken om dat probleem op te lossen. Maar het probleem zit hem waarschijnlijk in de lozingen zelf. En ik wil dus een beroep doen op de regering, het ministerie van Openbare Werken, om daar serieus naar te kijken. Omdat het een ongezonde zaak is. U weet hoe het allemaal gaat met septic tanks die vol raken. Ook het probleem van muggen in de buurt. En natuurlijk Groengroe Watra en mensen wiens de straat constant onder water staat. Dus ik vraag daar aandacht voor. Maar ik vraag ook om een structurele aanpak van het probleem van de wateroverlast op scholen. Want er zijn scholen die soms dichtgaan. De Alberga school, de school op Maretraite, de Simonschool en meerdere scholen. Dus ik vind dat daar een structurele oplossing voor moet worden gevonden, omdat we geen onderwijs aan kinderen kunnen stoppen. En ik vraag dus daarom dat juist deze zaken structureel worden aangepakt. Dus de scholen sowieso en de problematiek van de Theodorenstraat. Dank u wel. Volgens Gangaram Pandey doet de huidige minister van Openbare Werken, Patrick Pengel, wel een goede job. Echter moet er meer aandacht worden besteed aan het ophalen van trenzen en sloten, meende het assembleelid. Verder ingekomen stuk 528 over wateroverlast. Het is niet iets van vandaag. Het is jaar en dag dat er gehamerd wordt erop. Wanneer het droge tijd is, laten we de situatie zoals het is. Maar in regentijd beginnen we die goten en dergelijke op te halen. Ik ben blij dat we thans een minister van Openbare Werken hebben die de zaak heel goed aanpakt. En ik vraag dat de huizen die onder water op dit moment zijn, dat die eerst worden aangepakt. Die mensen bevrijd worden van de benarde situatie. En dat de minister op de ongeslagen weg... NDP... Assembleelid Kesho Persat Gangaram Pandey gisteren in de Nationale Assemblée tijdens het agendapunt ingekomen stukken.